Jongens en vernieuwde tubers, en welkom weer in een nieuwe server. En Jonas zit weer achter mij te slapen, want die is weer te bang om in attracties te gaan. Maar we zijn vandaag op een server die nieuw is, ik weet niet. Genaamd Magicraft, a.k.a. Disneyland Parijs. Oké, mensen, aangekomen. Zo te zien is Disney Studios er niet, want we starten direct met Disneyland Hotel. Hierachter is Walt Disney Studios. Disneyland Parijs heeft echt een immens grote Main Street, dat is niet normaal. Maar, mannetjes, het ziet er wel goed uit allemaal, jongen. Indrukwekkend hier, man. Prachtig. Ja, hier hebben we zie alles in Frozen thema, hoe kan dat nou eens? In Disneyland Parijs doen ze voor de moment geen uitbreidingen, dat is in studio's normaal. Maar zie je een keer wat een gigantische Main Street. Oké, we zijn een beetje doorgelopen en hier hebben we het kasteel. Mannetjes, alles is hier met modellen gedaan, joh. What the fuck, jongen. Zo te zien zijn ook niet alle attracties al werkend hier. Big Thunder Mountain, zo te zien wel, daar zou ik kunnen naartoe. Ja, een Big Thunder Mountain. En hier zie je altijd een uur wachttijd staan, dat is niet normaal. Maar dit is in ieder geval wel een... kom maar. Er zijn meerdere Big Thunder Mountains, maar dit is toch wel de beste. Ook de nieuwste, dus dat is niet moeilijk ook niet. Ook deze attractie heeft dus twee perrons. Dat is ook wel goed voor de capaciteitverhoging, maar we weten het niet. Dat hier klik is, zie. Ah, daar is hem. Oh ja. Hier, dat is een mooi model. Dat. Wow. Ik ga hier. Nee, hier. Ja. Front seat, dan zie je geen kloot. Mooie trein, man. Nou, helaas geen muziek. Ik zal proberen je te vinden, maar ik heb eigenlijk ook geen goesting in copyright claims. Oké, we zijn nu op het vasteland. En nu gaan we hopla naar beneden, onder het water door, om naar het eiland te gaan. Ja, dat is in de pikken donkere. Ik heb dikkie. De maximale snelheid is 60 per uur hier. Maar dat is enkel in het terugkomen. Dat je terug onder het water gaat. Hier hebben we vleermuizen. Ja, we zijn nu in de berg. Ook Big Thunder Mountain heeft een aantal aanpassingen gehad een paar jaar geleden. Ook dat heeft er zo lang moeten duren. Een jaar. De attractie heeft een jaar stilgelegen. En wat is er uiteindelijk vernieuwd? Bij de derde takel hebben ze wat effecten toegevoegd en het splash effect marcheerde weer. Dat is al, en daar hebben ze serieus een jaar aan gewerkt. Maar dit is toch wel zonder twijfel de beste mijntrein ter wereld, die van Parijs. Die deze splash effect dus, dat is jaren kapot geweest. En dan hebben ze daar een jaar tijd voor nodig gehad om dat terug te maken. Ja, natuurlijk heeft dat meerdere takels en deze maakt echt wel echt ongelooflijk veel uit. Maar de modellen is... Ik vind het toch wel een van de beste servers met modellen. Het is echt goed gelukt dus. Ja, dat is de welbekende top van de toren van Big Thunder Mountain. Hier een hele lange helix nu. Ik wil nog wel naar Disney Parijs gaan ooit. Maar wanneer dat zal zijn, ja, geen idee. Disney Parijs is nu niet echt het park voor mij, maar ik blijf het wel altijd leuk vinden. Kijk deze dus. Hier horen van die effecten te zijn, kijk die. Voor dit hebben ze in het echt dus een jaar werk gehad. Op de baan. Ja, de trein schommelt ook een beetje heen en weer. Dit is wel nice. Dat is de Mississippi boot daar. Zoiets dat Bobby Island heeft gehad vroeger. En nu gaan we terug onder het water door om naar het einde te gaan. En hier is dan die 60 per uur maximale snelheid. Als je onder de grond zit.
Alleen zo'n Mississippi boot, dat is eigenlijk, dat vaart niet echt. Dat is, dat rijdt gewoon over rails die in het water liggen. Dus of er nu een kapitein is of niet, die boot vaart toch alle kanten uit. Oké, aangekomen weer. En hier, dit is een van de populairste attracties van het park. Hier moet altijd langs te wachten, meestal. Dus kom aan het labyrinth. Oké, dit is het labyrinth van Alice in Wonderland. Die heb ik in het echt niet gedaan. Sturen. Dat is pure tijdverscheiderij. En probeer wel de uitgang maar te vinden. Ja, in Disney heb je echt 2 dagen nodig. Het is gewoon omwille van de drukte rond. Elk park heeft wel een rustige periode in het jaar, maar dat heeft Disney dus niet. Daar is het altijd pokkendruk. Ik weet niet precies. Ik zit in een uitkijktoren, man. Lang over. Ah, wacht, ik moet daar naartoe. Ah, wacht, ik heb het gevonden. Terug naar beneden. En hier. Ja, ik heb het uitgevonden. Doorlopen, ik vind ze niet leuk. Oké, gevonden. Next ride. De teacups. Uit de. Die zijn ook. Uit de, jongen. Zijn die ook van Mad Hatters? Van welke film? Op een bankje. Van welke film is dat afgeluid? Oh, wat is dat? Follow the progress of Magic Craft in coming soon in our Discord. Ja, elke server kun je op Discord volgen. Man. Oh jongen! Kan ze dat platform bewegen? Dat draait gewoon allemaal. Oh ja, deze is wel goed gedaan. Ik maar zie. Ik heb heel dat platform draait. Heb je zien wat de volgende attractie is? Ah, ik laat het niet zeker, dus nowhere is. It's a small world is de volgende, is dan denk ik toch dat we misschien kunnen stoppen na die attractie. Derde of small world? It's a small world. We gaan 2 of 3 delen maken van het punt. Dus. Ja. Er komen nog attracties bij in de toekomst. Het is wel mooi gemaakt deze server, het is echt prachtig. Dat is net als History Park. Ja, die kan natuurlijk geen andere servers complimenteren, alleen zijn eigen. Oei. Dat is precies nog wel langer geleden. Ik ben trouwens vandaag voor het list online geweest. Voor wat doen? Voor Revolution treffen zeker. Ja, voor waar ze de laatste dagen gekomen. Toch voor niks anders, hè. Ah, hier hebben we de boot. Hopelijk stopt die. Een beetje. Ja, zo mooi is die boot ook niet in dicht, dus hier ook niet. It's a small world after all. Zingen. Oké, hier mogen we. Ja, van geluk spreken dat de muziek niet marcheert, want de muziek die je hier hoort is zo kut. Echt gewoon in de repeat, gewoon. It's a small world after all, it's a small, small world. Small world in there all. Ik vond deze attractie zelfs niet leuk als kind. De boomstammetjes zijn in dat park hier. Ja, dat is nog het ergste. Disneyland Parijs heeft niet echt waterattracties. Rondvaart. Disneyland Parijs heeft wel rondvaarten, ja, maar echt waterattracties, nee. Ja, dat is dus eigenlijk gewoon alle landen. Het is eigenlijk gewoon een beetje carnavalfestival, daar kunnen we het echt mee vergelijken. Dit mail weer uit. Ja, want daar passeerden ook allemaal landen. En hier is dat hetzelfde, alleen ja. Alleen is dat hier met bootjes en daar met de Endless Chain System. Maar 9 jaar geleden heb ik die dus gedaan, deze attractie. Ik vond dat niet eens leuk. Het was straf, ik was nog een kind.
En ik vond het niet plezant. Oh nee, ik ben een eigen kind. En Pirates of the Caribbean was toen dicht. Indiana Jones, die was ook storing, maar ik mocht daar toch niet in. Dus ja. We gaan weer naartoe. Gaan we naar rechts of naar links? Naar links. Wel een raar plafond. Ja. Zag de plafond er zo uit? Ja, misschien wel blauw, maar zo. Met al die patronen erin. Welke attracties moet er nog komen hier in Parijs? Indiana Jones, Phantom Manor. Ja, Pinocchio, Sneeuwwitje, maar zijn allemaal dark white of zo. Die hebben eigenlijk op een Soaringcraft gedaan. Hè. Maar we waren toch precies hetzelfde. Ah, zie zo lang, die attractie duurt ook zo lang, hè, jongen. Niet normaal. In ieder geval, mensen, als je nog pijst naar Fantasialand te gaan, weet dat ze daar weer de volledige capaciteit binnenlaten. Dus het is daar niet normaal druk. Allee, zeker toen ik er was, verleden week. Het was over de 30 graden. En al die wachtrijen die stonden vol. De wachtrijen waren zelfs niet lang genoeg, ze stonden van buiten al aan te schuiven. Ja, River Quest, daar hebben we meer dan een uur aangeschoven. De enige attracties waar dat wel mee viel. Crazy Bites, daar hebben we niet moeten aanschuiven. Wing of Fear and Force was 20 minuten, dat kon nog. Colorado Adventure, dat was wel raar. Gans die wachtrij stond vol. Van helemaal van buiten nog. Maar die wachtrij die liep als een trein, jongen. Dus ze stonden daar maar 5 minuten aan te schuiven uiteindelijk. Black Mamba viel ook nog mee. Maar ze chocola ook nog wel. Chiapas, daar hebben we heel lang moeten aanschuiven. En River Quest ook. En Taron ook. Ja, en Rijk ook, maar die hebben we niet gedaan uiteindelijk. We zijn ook redelijk rap terug weggegaan. We hadden alles één keer alles gedaan wat we wouden doen een keer en dan zijn we gewoon weggegaan. Want ik raad het echt niet aan om boven de 30 graden naar een pretpark te gaan. Het is te warm. En het rare is ook, je zou denken, heel warm, dan zullen veel mensen niet denken aan pretpark omdat het te warm is. Mag je niet denken. Want hoe warmer, hoe drukker. Oké, dan was dit de video weer voor vandaag. Volgende video gaan we weer door in Disney Parijs. En dat is op dit moment die 5 attracties die nog overschieten. En daarna is het weer wachten op nieuwe dingen. Dus tot de volgende video en ciao. Ja.